ga de verbinding laten zien of de manier waarop dat je een firewall connectie gaat vastleggen. Ik heb bijvoorbeeld zelf lokaal bij mij een server staan. En die draait bijvoorbeeld, dus bijvoorbeeld een webserver, op port 80 draait die een website. Ik geef die IP-adres 2.2.2.2. Ik ga ook vanuit internet, gaat er iemand met zijn computer verbinden. En die gaat een connectie willen leggen met de webserver. Dus wat gaat hij eerst moeten doen? Door mijn firewall dan vraagt hij de webpagina aan op die server. Dat is de eerste stap. Dat is een SYN-pakket dat hij gaat sturen. Mijn server zelf zal moeten antwoorden met een SYN-ACK. En daarna kan die client zijn vraag gaan stellen. Dus dat is de tweede stap. Is dat die server een antwoord gaat geven. Dat antwoord kan ook zijn dat een reset zijn, dat hij zegt ik bedien u niet, als het bijvoorbeeld geen webservice zou draaien. Dus stap 2. Wat moeten we daar eigenlijk allemaal voor vastleggen voor zo'n regel? Ten eerste een protocol. Dus een protocol kan bijvoorbeeld TCP zijn, als ik poorten ga gebruiken en IP-adressen. Gewoon IP, als ik enkel IP-adressen zou gebruiken. ICMP, bijvoorbeeld voor foutberichten. UDP, voor onbevestigde pakketten. Dus heel de TCP-IP-stack. Ik ga even die andere verwijderen. Wat ga ik nog vastleggen? Ik ga de richting van het verkeer vastleggen. Dus ik ga dat moeten bekijken vanuit de poort van de firewall, waar het eigenlijk op draait, hè, waar het alles binnenkomt bijvoorbeeld. Dus ik ga als richting moeten zeggen dat komt dus inkomend verkeer of uitgaand verkeer. Wat moet ik ook nog weten? Ik moet de poortnummers weten. De poort van source. Dus in dit geval is de source hier de client vanuit internet. De poort waar ik naartoe ga, destination, dat is hier mijn server, dat is poort 80. Voor de client bijvoorbeeld is hier de poort groter dan 1024, vastgelegd bij TCP/IP. Dan het IP-adres heb ik nodig, het IP-adres van de source en het IP-adres van de destination. En dikwijls ook nog statusinformatie. Als ik een stateful firewall heb, dan kan je die ook meegeven wat voor soort verbinding dat is. Zo is misschien duidelijk, dus je kan een nieuwe verbinding hebben die pas opgezet wordt. Dat betekent dat er een SYN-pakket gestuurd wordt. Of het kan een established verbinding zijn. Dat proces van SYN-ACK is al voorbij. Of kan ook related zijn. Band staan met een andere verbinding. Bijvoorbeeld foutberichten over een andere verbinding, die zijn related. Dus als ik dat nu toepas op mijn regels die ik heb. Ik heb eerst dus mijn client, die gaat een verbinding met mijn server leggen. Dat is de eerste regel dat ik ga maken. Dat is TCP, want ik ga mijn poorten, ik ga de poorten definiëren. Dat is voor mijn firewall een inkomend pakket. De source port is de poort van de client, groter dan 1023. Destination is hier poort 80, de webserver. IP-adres van de client, ik heb hier nog geen toegekend, dus de client gaat bijvoorbeeld 1.1.1.1 zijn. Source 1. Destination adres 2.2.2.2. En de status, het is een nieuwe verbinding. Als ik hier nieuw schrijf, betekent dat... Even een andere kleur. Als ik nieuw ga schrijven, dan betekent dat dat hij die verbinding gaat vastleggen in zijn statustabel. Dus hij gaat onthouden dat er een verbinding
aangevraagd is. Dus dat is de status nieuw. Terugkerende pakket, dus de server gaat antwoorden. TCP ook. Dit keer is het uitgaand voor de firewall, dat gaat terug naar buiten. De source port, dat gaat een beetje omkeren nu. Ik kom van de server van mij, dus dat is port 80. En ik ga naar die client met sowieso een poortnummer hoger dan 1023. Want de andere lager nummers die zijn well known, die mag je niet gebruiken als client. Die komt deze keer van 2.2.2 en die gaat naar de client 1.1.1. Die verbinding is al gestart, dus ik kan hier ook zeggen established. Dus hij kent die al, omdat hij hier nieuw heeft. Hij heeft die hier vastgelegd en hier gaat hij zeggen dat is die verbinding dat ik bedoel. Dus dat is de basis van een stateful firewall, dat je gaat vastleggen wanneer iets begint en wanneer iets eindigt. Bij een nieuw connectie mag je dus ook nog extra definiëren dat het gaat over een SYN-pakket, maar dat hoeft hier nu niet per se.